Bij Octant SBO Prinshof. Wij zijn een school voor speciaal basisonderwijs in Pijnakker. Op onze school werken we in groepen van gemiddeld 15 kinderen. We werken aan de doelen waarop een reguliere basisschool ook aan gewerkt wordt. Alleen hebben onze kinderen daar meer tijd en ruimte voor. En de leerkrachten hebben door de kleinere groep meer gelegenheid om individueel of in kleinere groepjes met de kinderen bezig te zijn. Saar is een heel lief hondje en als ik verdrietig ben of als ik een beetje druk ben, dan kan ik ook naar Saar toe. En wij besteden verder veel tijd aan de sociaal-emotionele ontwikkeling van de kinderen en aan de groepsvorming. Dat vinden we erg belangrijk. Dat gebeurt door middel van de methode PAD. Maar eigenlijk gedurende heel de dag door bespreken we een aantal zaken met de kinderen, hoe ze op elkaar kunnen reageren. Ik heb een vriendje, die heet Jordi. Nee, wij maken wel eens grapjes. En dan gaan we en ik, als hij altijd grapjes maakt, dan moet ik ook lachen. En als ik grapjes maak, moet hij ook lachen. Heel goed, hoeveel was dat? Heel veel. Verder zorgen we voor een goede balans tussen inspanning en ontspanning. Bewegen is daar een belangrijke van, maar ook de kooklessen bijvoorbeeld. Ja, spelling is wel mijn favoriete ding. En ik denk voor de kinderen als hier op school komen, dat ze dan... Ik hoop dat iedereen spelling het leukst vindt. Bent u nieuwsgierig geworden en wilt u zien hoe speciaal wij zijn, dan bent u natuurlijk altijd welkom voor een oriënterend gesprek.